Yo guys, Gletsch hier met vandaag een video en vandaag gaan we verder met Outlast 2. Ik weet een hele tijd geleden is, maar dat maakt niet uit. Het is als goed is drie zoiets. Maar vanaf nu komt elke vrijdag terug online. Ik heb geen broek aan, maar dat maakt niet uit. En nee, dat heb ik niet speciaal gedaan voor de video's, gewoon omdat het warm is. Oké, dus we moeten hier gewoon verder. En de vorige keer, dus al een tijdje geleden. Dus als je niet meer weet wat we gingen doen, ik weet het ook niet meer. Wat gingen we doen? De chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. Oké, de chapel blijkbaar. Ah ja, just we gaan naar de chapel om Lynn te vinden. Dat is waar. Goed gedaan, Wout. You had one job. Hallo, we gaan eruit. Feels Batman. Had jij een batterie? Normaal is alleen alle batterie bij deze mannetjes. Geen batterie. Oh, you son of a bitch. Hoeveel batteries heb ik nog? Oh, boy, oh, mijn hele zak zit vol. Dus we gaan hier heel leuk verder en ik moet waarschijnlijk daarin. Waarom kan ik niet verder? Ah, een steen. Ja, want over een steen kun je niet klimmen. Dat is heel logisch. Ik zou dat ook niet kunnen. Ik bedoel, een steen. Ik heb trouwens speciaal mijn RAM-geheugen geüpgrade voor deze game. Wacht, dit vertrouw ik niet. Ik ga alles filmen wat hier gebeurt. Oh. Dat is leuk. Ben dat hij straks hallo eruit komt, dat zal waarschijnlijk zoiets zijn. Wacht even. Oké. Ik voel me terug safe. Ah, volwassen, een mooie foto. Oh nee. Tag er een foto van. Ja, dat niet hè. Oh, dat is een kleermaker zit, maar dan wel iets extremer. Natuurlijk de kleine kindjes. No child were harmed in this video. Zet die plaat dicht. Die deur. Plaat de deur, dat maakt niet uit. Zelden. Niet zelden, maar het boeit niet. Oh, FPS erop, dat is niet goed. Dan komt er normaal gezien iets nieuw. Dat doet me echt denken aan Resident Evil 7 trouwens. Dat is zo'n leuke bol die roteert op mijn hoofd. Je moet niet tegen zo'n bol lopen, want dan verspillen we zo'n bandage. En we hebben niet zoveel bandages, maar twee dus, ja. Nee, ik geloof. Als hij het over Jezus heeft, is hij niet echt juist. Want zover ik weet, is Jezus niet aan een boom hangen ofzo. Some objects can be... Ja, dat niet hè. Oké. Pick-up. Ja, dat is een mooi ding toch. Maar, kijk, ik... Trek er een foto van. Nee. Of wacht, heb je er een foto van gepakt? Review footage. Ah, je hebt er foto's van gepakt. Kijk, zo mooi. Kijk, al onze filmpjes. Super mooi toch. Ik heb niet zoveel filmpjes. Ik kan hier gewoon een dikke vlog uitmaken, man. Oké, maar zet dat ding nu maar af. Dat is echt wel nice dat je footage terug opnieuw kunt zien. Ik vind dat geluid echt heel vies van die kast die wordt voorgeduwd. Maar man, die hebben we een lekker deurtje open. En doe dat lekker deurtje terug dicht, want dit is Outlast, remember? Oh boy. Ja, ik heb geen keus zeker. Ja, yeah, here we go. Ik ga eerst hier eens zien. That might be an elevator. Ja, en ben dat hij niet werkt. There, isn't it? Power's cut off. Oh, dat was niet te denken. Fucking thing doesn't run on prayers. Ja. Uw batterie erin steken, dat gaat niet helpen, hè, vriend. Oh ja, dat is iemand aan het roepen, dat is normaal, maar het luist. Is dat ultrafeminist? Ik had trouwens ultrafeminist in die naam gegeven, want ultrafeminist vind ik toch niet zo'n toffe naam. Is hier iets leuk te vinden ofzo? Hier achter? Ah, maar op.
Nee, precies niet echt, hè. Oké. Ah, wie zeg jij? Oh, ik heb de mes vast. Ik ga niet in uw beurt komen. Oh, hallo. Oh, die gasten ligt al even, denk ik. Hallo. Ik ga niet te dicht bij je komen. Ah, jongen! Dat was recht op mijn mul, what the fuck, joh. Wee, joh. Nou, waar loop ik? Oh, ze gaan mij zoeken, nice. Nou, waar de fuck loop ik zelfs? Wee, doet die deur. Nee. Andere kant, andere kant. Hallo. Waarom die muziek? Oké. Ik zie echt geen initiatives. Plus, ze mogen me ook met zo'n batterie gunnen, als ik eerlijk moet zijn. Of een bandage, want ik heb mij zeer gedaan. Ah, ik heb mij niet meer zeer gedaan ofzo. Ah, briefje. Ja. Voilà. Heeft hem een schone foto van getrokken. En hier hebben we meneer de generator. Zet die plaat aan. If I can find my way back to the elevator. Ja. Allee. Mooi toch? Ah! Jongen, wie de fuck zet jij nu weer? Ah! Oh my fucking god. Ah, dat is die ene. Dat is die zatte vrouw van de net. Nice. Maar ik ga toch niet. Haar gaan we aannoemen. Ah, en zoals ik al zei. We hebben ook een nieuwe. Ja, ik ga heel langzaam. We hebben een nieuwe naam nodig voor Ultra Feminist. En ik denk hem gewoon Karen gaan noemen. Gewoon Karen. Dat past gewoon bij haar. Karen. Karen de Ultra. Karin, of Karin? Nee, gewoon Karin, ja. Nee, Karen. Karen. Dat is een moeilijk woord om te zeggen, joh. Karen, maar joh, we moeten eens proberen. Niet makkelijk. Ze heeft precies Alzheimer, oké. Okay. Dat kan dat je Alzheimer hebt. Wacht, die hoer achtervolgt mij. Oké. Uh-oh. What do you mean? Karen! Oh, die hoer heeft mij gezien, joh. Oh, loop naar die elevator! Ik zie geen ene scheid. Ja, scheid ze. Ik durf het niet zien. Haha, dag Karen, fuck you! Amai, Karen vindt dat precies haar eigen echt heel grappig. Ja, sorry Karen, maar ik vind u niet zo grappig. Oh, wow. Mijn hart. Fucking Karen. Hallo? Temple Gate. Civilian not the modern Ezik. Dat kan zijn. Ah, ik weet wat er gaat gebeuren. Ja, dat is vanuit de demo dit. Dan ga je erin en dan komt ineens cracken met allemaal slangetjes en dan eet je jouw hoofd op. We gaan eerst kijken of hier nog wat loot is. En dan kunnen we er misschien wel eens in kijken van hey. Ah, batterie. Ja. Is daar een hele map gebouwd of niet? Want als dat is, dan ga ik er straks waarschijnlijk naartoe moeten. Voordat ik in dit ding hier heb gekeken. Wow. Maar wat tof. Hoe kan deze zelfs, gast? Kijk, hè.
compleet normaal. Dat gebeurt meer dat jij door een slang in een put. Zie dat dan, maat? Ja, maat. Kut hoor. Als ik eerlijk mag zijn, ik vind deze stukjes niet zo super leuk. Ik heb het niet echt voor de flashbacks. En wat is het, joh? Oh joh, ik moet die dat ding niet kapot maken, hè? Ja, als je doodgaat, ik kan je niet helpen, want ik heb het met je. Nee, fuck. Ja, dat boeit me eigenlijk niet zoveel. Ik ga hierin. No! Oh, maar dit hebben ze echt gewoon blup, demo, blup, in de game. Of het was omgekeerd, kan ook. Hier, joh. Maar, ah, oh, deze deel ken ik al, dan is dat fucking stom. Kijk, dit lijkt altijd zo'n poster van The Force Awakens, dat Kylo Ren zo staan met zijn waarde. Wat is dat? Oh, pedelach, ja. Ik ook een beetje hoor. Ja, maar dit deel is zo verschrikkelijk naaiend, gest. Kijk, en straks gaan al die lokkers beginnen dansen. Maar dit kan ik. Ah, hallo. Pick up. Ineens geeft dat. Maar ik ken dit deel. Fucking hell, ik heb dit demo gespeeld. Zou je dan op tenminste dat je demo iets anders is dan iets van in de main game? Dat snap ik dan niet. Dat zou, als gamemaker zou ik dat niet doen. Ah, maar ze geven me wel een batterij, dat is wel lief. Dan zal ik maar teruglopen, zeker. Eigenlijk had ik moeten doen als ik dit niet wist wat de deel. Hey. Ik zag je lopen, tikzak. Lekkere muziek, hero. En een lekkere FPS, dat wel hier. Kom, we doen dit open. Maar. Waarom kan ik nergens in? Oh, wauw. Oh jongens, zeg. Wacht. Dit is niet hetzelfde deel. Wacht even. Oh joh. Kindje wordt verkracht. Kindje wordt verkracht. Oh god. Jess. Oh, Jessica is dood. Oh, de Kraken. Fuck. Compleet normaal. Nog een Force Awakens. Leeuw! Au. Oera. Hey, mijn FPS is niet eerlijk. Godver. Nooit zeggen dat je denkt dat je een goede FPS hebt, want dan gebeurt dit. Ja, spring, doe iets. Au. Oh. Dat was twee keer raak, vriend. Ah, ik kan hier. Hey, ja, rot op. Even healen, man. Oh, man. Are you kidding me? Zo. Ik ken een parcours nu, hè, vriend, dus ik heb een advantage op u. Maar dit zijn. Wacht, oké, ik ken het parcours niet meer. Ik heb geen advantage op u. Rup, deze deur. Oh, rot op. Oh. Waar de fuck ben ik ingevallen? Nee. Ah!
Ah, ik kan naar... Wauw, ik kon naar daar. Wauw, ik had dat niet eens gezien. En ik had een jumpscare. Superleuk. Heel leuk voor de video. Waarschijnlijk gaat mijn mama straks zo bij... Ik zit al heel de tijd te roepen. Dat is fucking irritant. En sorry voor de iets lagere FPS af en toe, jongens. Ja, dit spel houdt nu niet echt zo hard van mijn PC. Ik hou ook niet van dit spel, dus ja. Eerst Outlast was beter. Ik bedoel, ik heb helemaal niks gezegd. Ah, rot op, zak. Het deeltje was toch niet helemaal uit de demo. Ik dacht van wel. Nee, dat is niet waar. Ik zit niet in de vloer. Ik wil hier zo niet uitgaan. Nu toch wel. Ah, hallo. Zeg niet dat dit doodlopen. Hallo? Maar die heeft een mooie mond. Maar hoeveel mannetjes... Hoeveel mannetjes zitten er achter mij aan? Hoeveel mannetjes zaten er achter mij aan? I'm Fruit Ninja, man! Oké. Nice. Oh, dat is goed dat jullie de raam hier zo goed dicht hebben gemaakt. Jullie hebben nu jullie eigen genaaid. Goed gedaan. En nu zitten ze ook allemaal nog eens op te fappen op mij door het raam. Superleuk toch? Durf 400 te kijken, want dan zeg je echt een lelijk ding. Je bent sowieso lelijk. Oh. Doei. Wat? Niet te lang. Ai, ai. Is het ineens Wereldoorlog 1 of zo? What the fuck, yeah. Oh, dat is rood. Ja, zijn jullie bijna klaar met filmen? Want die komt waarschijnlijk achter mij aan. Ik kon niks zeggen, maar... Ik kan even bij die vrouwen liggen, maar dan onder het bed. Oké, het is genoeg Outlast geweest voor vandaag. Outlast is terug, wees blij. We zijn een heel stukje verder geraakt. Alleen, ja, jammer genoeg dat mijn PC het spel niet altijd even leuk vindt. Maar ik hoop toch dat ik het nog een leuke video vond. Ik ben toch blij dat ik eens terug Outlast 2 online kan zetten. Ik ga deze video afsluiten. Dus vond je deze video van Outlast leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer en de volgende keer meer Outlast 2. En ik zeg ciao.